Titel van mijn column is Sluikreclame. Vorige week verklaarde ik in mijn column dat mijn aanwezigheid op het terras van café Samson in het filmpje niet moet worden opgevat als sluikreclame en dat ik mijn daar genuttigde glas Paulaner uit eigen zak had betaald. Het dossier Sluikreclame was daarmee gesloten, dacht ik. Verkeerd gedacht. Krachten komen nooit alleen voor. Steeds in paren. Dat is de kern van de derde wet van Newton. Oftewel actie-reactie. Die theorie geldt niet alleen in de natuurkunde. Ook als je rustig bier zit te drinken op een terras. Dat is wel gebleken. Want afgelopen week kreeg ik het dringende advies om met dit hete weer geen bier te drinken, maar water. Gratis water. Te tappen. Uit de 21 tappunten die er al in Nijmegen zijn, waaronder 14 in het centrum. Ik ben dan wel lid van het bierproeverschilde De maar ik wil nadrukkelijk niet de indruk wekken dat ik zonder bier niet kan nadenken en schrijven. Want dat is niet zo. Voor veel Nijmeegse problemen is het namelijk beter om het hoofd helder te houden. De tip om meer water te drinken heb ik opgevolgd. Door deze week mijn bidon regelmatig bij te vullen bij een van de watertappunten van Vitens in het centrum. Die tappunten staan er niet voor niets. Men kan bij deze tappunten eigen flessen of bidons vullen met drinkwater, waardoor er minder plastic flesjes aangekocht en weggegooid hoeven te worden. Dus minder kans op plastic soep in de zee. Passend in het groene. En duurzame karakter van Nijmegen en een van de Green Capital Challenges. Om de zichtbaarheid van de tappunten te vergroten is het burgerinitiatief TapArt opgericht. De initiatiefneemster wil alle witte watertappunten kunstzinnig laten versieren. Leerlingen van NSG Groenewoud hebben al een roze olifant ontworpen als kunstzinnige versiering voor het watertappunt dat bij het kwakplein staat. Ik mag hopen dat de bouwvakkers de roze olifant bij deze hitte niet over het hoofd zien in het bestek. Als alle watertappunten in het centrum kunstzinnig zijn versierd, is er naast de al bestaande wolk of waste langs kunstzinnige prullenbakken een nieuwe kunstroute door de binnenstad. Het water komt gratis uit de tappunten. Verder zijn het geen geldkranen. Tapart is een burgerinitiatief zonder subsidie. Alles wat er aan bijkomende kunstzinnige zaken wordt bedacht, moet zonder subsidie gerealiseerd worden. Kan ik wilken. Het houdt een keer op met subsidies. Daarom wordt er op de site van TapAard en op sociale media een oproep gedaan om een waterpaal op welke manier dan ook kunstzinnig te adopteren. Van harte aanbevolen. De aanhoudende droogte zorgt er wel voor dat de kans op waterschaarste toeneemt. En dat kan weer leiden tot een aansporing om minder drinkwater te gebruiken. Dat zou wat wezen. Stiekem fantaseer ik dat bierbrouwerij oersoep gevraagd wordt om oersoep door de watertappunten te laten stromen om de plastic zeesoep te verminderen. Maar laat ik daar maar over zwijgen. Nog een keer sluikreclame voor bier is slecht voor mijn reputatie.